luisteren. Heel lang leven de liefde. Kevin en Vicky hakken graag nog eens 24 uur door. Al is Vicky niet overal happy mee. Jouw kledingstijl zou ik zelf dan niet kiezen bij een jongen of zo. Als je hier nu op date gaat, zou ik niet bijvoorbeeld zo'n outfit aandoen. Yvonne is 6 jaar geleden haar man verloren. En dat maakt het moeilijk om te kiezen voor een nieuw begin. Als het daarop komt om hem aan te raken, dan vind ik dat gewoon eng. Waarom dan? Dat papa gewoon misstand op zo'n moment. Het is ook tijd om door te gaan en we zijn bijna 6 jaar verder. En je moet ook genoeg genieten van je leven. Is Adrie de man die samen met haar een nieuwe start wil maken? Of is haar verdriet juist een reden om niet te verlengen? Ja, ik weet niet of dat jij met mij samen dat kan overwinnen. Dat je me daarin mee kan helpen. Dat we samen proberen het toch leuk te maken. Ja. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ik zit er zelf een beetje anders in. Ik voel het met jou eerlijk gezegd niet. En ja, ik heb zoiets als dat er niet is, dan komt het er niet. Nee, ja, dat kan. Dus ja, eigenlijk wil ik niet verlengen. Ja, nee. Nou, ja dan houdt het op. Nee. Ja, dan ik vind houdt wel het heel, ik heb een hele leuke tijd met je gehad. Ik respecteer je uitkomst. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dan zullen we moeten gaan vertrekken. Ja. Dat is wel gezellig. Ja. Dankjewel voor de leuke tijd. Ja. Je bent gewoon een lieve jongen. Ja. En een lieverd. En ik hoop dat je het gewoon overwint. Ja. Dat hoop ik. Ja. Dan gaat het vast goed komen. Ja. Ik ga ervoor. Ja. Okay. Is jouw moeder of tante op zoek naar een lieve man die het liefst niet te veel vragen stelt? Geef haar dan nu op voor een date met Adrie. Wil jij ervoor zorgen dat Yvonne even alles vergeet en alleen nog maar denkt aan een geweldige nieuwe start? Meld je dan snel aan. Geef mijn uiterlijk een cijfer. 8,5. Ah. Oh. Ja. Nou, dat vind ik zeer positief. Ik jou een 7,9. Oh. Maar misschien in dat witte blouseje een 8,1. Waar raak jij wild van? Hoe kan ik dit nu zeggen? Ja, ik heb liever dat je eerlijk bent. Nou, zeg maar. Nou, wat er gisteren een beetje gebeurd is. Oh, ja. Ja. Een beetje zoenen en voelen en zo. Ja. Bij jou had ik wel echt zoiets van, oké. Okay. Van, lekker. Ja, lekker man. Doe maar er dan nog zou ik bovenop vliegen. Ja, echt serieus. Jij boven of ik boven? Dat maakt me niet uit. Geen gemakkerseks is lekker. Kijk, ik ben geen zoutzak. Nee, ik ben geen zoutzak, maar ik zeg je wel eerlijk. In bed vind ik het wel het gewoon het fijnst. Voor mij heeft het niet heel veel. Ik zou iemand ook gewoon zo over die tafel heen gooien. Hoor, zo. Ja, dat is op zich wel geld, maar ja, mijn rug wordt er niet heel beter van. Het is niet echt comfortabel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ah joh, van die paar minuten krijg je heus geen hernia. Dit is Ina uit Dedemsvaart. Ze is 57 en heeft een volwassen dochter uit een relatie van 30 jaar. Daarna dacht ze de liefde toch weer te hebben gevonden. Maar helaas, het vrijgezelle leven duurde alweer 4 jaar. Ik had altijd gezegd, joh, de juiste man die komt wel op mijn pad. Waarschijnlijk bij de appels bij Albert Heijn. Maar die methode schijnt dus niet te werken. De reden dat ik nu nog single ben is, eigenlijk ben ik een hele mooie vrouw. Dus de meeste mannen denken, oh, die is bezet. Of er mankeert wat dan. Ja, dus vaak is het een dingetje. Ik zoek een hele leuke, vrolijke man. Die net als ik gewoon leuk vindt om voor zichzelf te zorgen. Hoeft helemaal niet in de perfectie of tot in de spiertraining. Mijn dochter zei, ga je weer voor een kale? Maar grijs, donker. Ik vind wel gewoon, het mag gewoon zijn. Grijs haar mag gewoon zijn. Ik hoop mezelf te mogen ontmoeten, maar dan in een mannelijke vorm.
Oké, dat vonden wij natuurlijk een hele leuke uitdaging. Martin komt heel erg in de buurt hoor. Deze 63-jarige schilder uit Apeldoorn heeft 4 kinderen. En dat is meer dan genoeg bewijs dat hij weet hoe je van het leven geniet. Ik ben een oude hippie, ja. Ik ben net Johan Derksen. Je hebt ook een goede smaak van muziek. Kijk, de rest is allemaal prut. Het lijkt me heerlijk om weer verliefd te worden. En kijk wat eruit komt. En dan ja, lijkt me toch heerlijk. Dus weer een beetje vlinders in je buik, hè? Zoals ja, toen je jong was. Je moet wel iemand die ook een beetje vrolijk in het leven staat. En dat doe ik zelf ook. Ze mag van mij middellange haar hebben. Ze mag niet te mollig zijn. En een leuke uitstraling, niet te veel opgemaakt. Als je een leuk snoetje hebt, ja, dan is dat mooi meegenomen. Maar het gaat bij mij ook om het innerlijke. Hoe zit iemand in elkaar? Hallo. Hallo. Hey. Dat is leuk. Ja. Hi. Hi. Martin. Ik ben Ina. 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 Oh, leuk. Ja. Ik heb wat voor je meegenomen. Oh, wat leuk. Dankjewel. Ik heb ook wat voor jou meegenomen. Ook hartstikke mooi. Taart. Dus ik hoop dat je van zoetigheid houdt. Ja. Nou, daar gaat hij. Nou, daar gaat hij. Ja. Zo, met hartjes. Ja, hazelnotage. Ja. Nou, ik ben wel gek op hazelnoot. Oké. Okay. Hartstikke leuk. We gaan nu... heerlijk. Wat fijn. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, ik ben een beetje verlegen eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee. Past ook niet bij me hoor. Nee. Maar nee, jij wel? Nee joh, ik ben echt wat te praten. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, is nog niet echt te merken. Nee, maar even rustig. Nou, dan gaan we even de taart eens eventjes... Ja, even wat drinken. Maar ik ben gek op een mixje. Oh ja. Ja, ik ben niet echt een... drinken? Nee, water vind ik ook lekker. Ja. Vandaar je gave huid. Nou. Nou. Zo gaaf is die niet. Nee, jawel. Nee. Sprekende ogen heb je. Ja, dat klopt. Nou. Ja, daar krijg ik ook heel vaak complimenten over. Ja. Kevin zou normaal gesproken alles uit de kast trekken om indruk te maken op Vicky. Maar die heeft juist alles wat hij aan kleding heeft meegenomen afgekeurd. Eigenlijk is er maar één setje overgebleven. En dit ziet er goed uit, Kevin. Nu maar hopen dat wit de kleur is waarbij je niet meteen een blauwtje loopt. Strak in het pak. Nou, goed gekeurd? Ja. Ja? Ja, zeker. Mooi zo. Ben jij het ook mee eens over het idee dat ik meer vraag dan jij? Het lijkt alsof jij meer interesse toont. Ja, omdat ik een beetje interactie mis of zo. Of... Ik snap wel degelijk misschien... wat je bedoelt. Maar ik denk dat het bij mij gewoon heel lastig is om mijn eigen daarin te uiten. Maar dan ligt het niet aan mij of zo? Nee, absoluut niet. Okay. Nee, dat moet je echt niet denken. Nee. Omdat ik me ook sowieso al niet heel snel en gauw aangetrokken voel tot iemand. Wat ik bij jou wel heb... Oh, nou ja, dat is... Is denk ik misschien ook een beetje dat ik niet weet hoe ik met die gevoelens moet omgaan. Omdat ik heel bang ben, denk ik. Om gekwetst te worden. Om gekwetst te worden. Een oude relatie kan je heel erg raken. Ja. En je ziet waarschijnlijk wel dat het me raakt nou. Mm-hmm. Ja, anders moet je maar gewoon... Nee, want ik wil gewoon mijn emotie laten zien, weet je. Ik wil het niet gaan verstoppen. Ja, maar ja... Ik ben gewoon bang om gekwetst te worden. En inderdaad, als ik dan iemand zie, jij, ik vind je echt hartstikke leuk. Ik vind je echt hartstikke leuke meid. Nou. En het is niet dat ik niet durf. Of misschien ga jij energie en tijd in mij steken en zeg ik misschien alsnog, sorry, het is het net niet. En dan heb jij... Daar ben ik bang voor. ...gevoelens opgebouwd. Mm-hmm. En dan... Tuurlijk, er zit echt wel iets van een bepaald gevoel bij mij. Dat ik denk van, ja, dit is echt gewoon zo'n leuke meid. En dat ik denk van, ja, hier kan ik echt gek op worden. Ach. Maar dit dat is ook gewoon... wel gelijk een grote stap op zich. Dit. Ja, het is zeker een grote stap. Ik denk gewoon dat jij een hele lieve, oprechte jongen bent. En ja, ik wil je ook leren kennen zoals jij bent. Mm-hmm. Wel heftig hoor, zo'n gesprek gelijk met nou. 24. Goeie herder. Oh mijn god. Ja, nee, maar jongen, soms... We zitten nu al in een relatiecrisis. Ja, we hebben niet eens een relatie. Nee. Ina is eigenlijk op zoek naar de mannelijke versie van zichzelf. Dus de vraag is of zij ook zo houdt van snelle beslissingen. Want Martin heeft na amper een uurtje samen al zijn eerste keuze gemaakt. Heb je al nagedacht over het slapen dan? In bed. Ja, oké. Okay. Jij gaat in bed. Ja. Ja, oké. Okay. Goed. Je mag er gewoon bij liggen. Ja.
Je voelt je wel op je gemak bij mij? Nou... Twijfel. Ja, ja. Nou, mijn eerste indruk bij jou is... Kijk ook naar je ogen. Nou, hoe ben jij? Je denkt, nou, ze is wel een keurige vrouw. Nou, dankjewel. Tot nu toe vind ik het, ja... Nog wel leuk. Oh, nog wel leuk. Ja. Ja. Nou, de passie spat nog niet van het scherm. Maar gelukkig hebben we Kevin en Vicky nog. Die zitten na 2 dagen al helemaal in de Kijk-Consens gezellig samenwonen stemming. Chefkokje. Nou, ik vind het wel gezellig hoor met je. Nog wel? Ja. Kenneth. Kenneth? Nee, jij bent echt lieve, zorgzame jongen. We kunnen veel jongens nog wat van leren. Nou, het ruikt goed. Ja? Weet je mijn naam nog? Martin? Kom door je ogen, die betoverden mij. Alsjeblieft. Ben je weg nu weer? Ina. Ina? Ja. Proost op Len. Ja, proost hè. Cheers. Ja. Zuipen. Dat is niet best. Ja, zuipen, ik wou het nou zeggen. Ik doe best wel veel. Oh, 3 stukken vlees. Is smakelijk, hè, Ina? Ja. Ja, warmte. Dan gaan je ogen nog meer stralen. Ja. Ik mis 1 ding van je servetje. Oh, ja, kan. Je mist die bij mij, dus ik haal wel even keukenrol op. Dat dit bij je tafeldekken hoort, alsjeblieft. Servetten. Maar, heb je dan mijn zin? Ja, zeker. Ja. Ik had het niet willen missen. Jij? Nou, ja, wel. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Sukkel. Nee. Nee, ik vind het echt... ja, heel leuk en gezellig. En, ja, ja. Ja, ik doe echt mijn best. Ik doe echt mijn stinkend best ervoor. En nee, ik wil er niet van weglopen, weet je. Dus, 2 zielen, 1 gedachte. Maak daar maar 3 zielen van. Kevin heeft namelijk zijn vriend Dusan uitgenodigd, want hij begint serieuze kriebels te krijgen. En heeft de hulp van zijn maat hard nodig om Vicky te overtuigen dat hij echt een hele goede vangst is. Ja. Morgen! Molk, morgen! Hey. Ik heb een mooi bloemetje voor je. Oh, nou, wat lief, dankjewel. Maar hoe is het hier in huis? Ja, gezellig, man. Maar is er een klik? Jazeker, ja. Zeker. Ja. Denk je dat je met hem naar buiten loopt straks? Qua innerlijk sowieso, maar ik heb nog wel even die tijd nodig, maar het is echt 50-50. Niet schrikken, Kevin. Denk positief, hè. Deze date is half vol, niet half leeg. En je staat er beter voor dan buurman Martin, want die doet niet echt heel erg zijn best om Ina te verleiden. Omschrijf je ideale partner. Kijk, op zich ben je leuk. Maar ik denk dat jij iets een coole kick of je houdt je een beetje op een afstand. Maar dan merk ik toen, zeg maar, toen ik bij jou kwam voor de ontmoeting. Ja. Was jij terughoudend. Oh, is dat zo? Ja. Ja. Ik denk, oh. Oké. Okay. Dus dan ga je anders opstellen. Denk, nou, hoe kan ik haar dat... Ja, maar had ik je direct... Dus ben je geen knuffel meer. Jawel. De ideale partner is denk ik de persoon waar je goed mee kunt communiceren. Waar je mee je open kunt communiceren. Die kan ik, van je af. Nee. Kan ik goed met jou communiceren? Nou, ik voel wel een beetje inrichtingsverkeer. Sommige dingetjes qua uiterlijk en affectie en interactie mis ik wel. Dus ja, dat is gewoon lastig. Ja, dat snap ik. Ja, de klik is er gewoon. Zo iemand als jij, zeg maar, om het zo maar even te zeggen, vind ik wel bij hem passen. Ja, ja. Oké. Okay. Zijn geluk is te zien in zijn ogen, om het zo maar even te zeggen. Zie je dat al? Ik zie wel sprankelingen, ja. Dat is... Goed zo. Maar goed, ja. Dan moet ik zeggen, ik zie wel het perfecte plaatje naast je, zeg maar. Zo ik heb ook al gemerkt dat jullie echt wel klikken. Dat er een klik is. Ja, ja, zeker, ja. Zeker, ja. Vinden wij ook. Had jij die hitte uitgedaan? Ja, vond ik zonde, want we zitten daar niet. Ja, maar het waar... met spullen omgaan. Ik zeg altijd, de binnenzijde is voor de vrouw, de buitenzijde voor de man. Oh, is dat zo? Ja, dat zeg ik altijd. Maar dat is heel traditioneel nog. Nou, dat weet ik niet, maar dat heb ik altijd gedaan. Wat is het probleem dan, dat jij dan zelf de stofzuiger even pakt? Ik zeg altijd, kijk, de vrouw die leeft...
meer binnen als een man. Ja, maar in mijn situatie moet ik de binnenboel en de buitenboel doen. Dus, ja, ja, maar je hebt een appartementje, je hebt weinig werk. Maar wat denk jij dan als jij ons zo ziet? Ik denk dat jullie hand aan hand eruit gaan lopen. Ja, we zijn echt ook op de goede weg, maar er moet nog wel iets gebeuren of zo. Ja. Ja, dat is het. En ik ben er echt van overtuigd dat als we dat gevonden hebben, dat stukje, dan weet ik 100% zeker dat we inderdaad gewoon die laatste verlenging zouden meepakken. Ja. En dat het echt zou lukken, inderdaad. Ja, hou hem op de hoogte. Doei! Doeg! Volgens mij in de kast liggen spullen voor het bed. Ja, je mag naast me liggen, hoor. Ja, weet ik, maar nee. Ben je niet boos? Ja, waarom zou ik boos zijn? Ja. Hè? Omdat ik op de bank ga slapen? Mag je wel rusten? Je wilt rusten, hè? Ik meen het ook echt oprecht. Ik krijg echt oprecht een heel goed gevoel bij je. Waarom moet je per se stapelverliefd zijn op iemand om een relatie aan te gaan? Ja, sorry, daar denk ik wel anders over. Nee, ja, nee, ja, nee, ja, ik snap het wel. Ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar ik bedoel dat meer in de zin van dat als jij ziet dat een bepaald persoon jou zo enorm gelukkig kan maken, waarom zou je niet de gok nemen om het eventueel gewoon te proberen? Misschien voel jij dan toch iets meer dan wat ik doe. Ja, misschien vind ik jou dan net niet leuk genoeg of zo. Ja, ik... Ja. Oké, wauw. Dat voelde ik even niet aankomen. Ik had het ook wel liever anders gezien, zeg maar. Ben je moe? Nu niet meer, nee. Hoe zie jij je dag? Ja, misschien schilderen. Vanmorgen. Ja, nu wordt het spannend. Vind je het spannender dan gisteren? Ja, gisteren is ze eentonig, weet je wel. Maar ja. Ja, dat heb ik niet gezegd. Ja, komt van één kant, zei je. Ja, maar is wat anders. Maar, dus, ja, maar dan, hoe heet het? Je moet wel zeg maar, uit je dingen halen. Vragen, ja. Want het is net of je tegen een muur aanbordt, weet je wel. Want ik ben hier wel voor lang levende liefde. Ja. Dat zijn we allemaal als we het huis hierin stappen. Ja. Maar ik vind je een beetje teruggetrokken. Hm. Normaal ben ik veel uitbundiger. Ja. Veel, waarom doe je dat dan? Ja, ik denk dat ik toch niet op mijn gemak voel. Nee. Ik voel het niet echt als een muur, want ik stel me wel open. Ik heb het al anders ervaren. Oké, ja, dat kan. Wil je verder nog iets vertellen? Nee. Nee, oké. Nee. Nee. Nee, dan ben ik helemaal klaar. Ja. En waar ben je klaar mee? Met alles, zeg maar. Oh? Maar je hebt je conclusie al getrokken, zeg maar. Nee, heb jij al gedaan. Oké. Okay. Nee, dat is goed, joh. Nee. 24 uur geleden werd Martin helemaal blij toen hij Ina ontmoette. Nu voelt het alsof de koffers al klaarstaan. Of vinden ze toch nog een manier om samen terug te gaan naar het allereerste begin? Ik zag je ogen en denk, nou, dat is een leuke vrouw. Maar ik wil verder gaan, zeg maar, het is net of er een soort muur voor jou was. Dus een beetje een ijskonijntje, wat ik dan zeg. Ja. Ik zoek een passievolle vrouw, warmte. Ja. En iemand die zeg maar, ook een beetje die kan aanraken en dat soort dingen. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik de koffers ga pakken en ik ga naar huis. Ja. En jij? Ja, ik sta er ook zo. En ik voel niet echt de klik en ook geen vonk. Nee. Ik vind je een hele aardige peer. Ja. Maar ik denk ook dat ik de diepgang mis en ook de... Chemie. Ja. Ja, maar helaas. Goed. Nou, dat ga ik pakken. Is goed. Ja? Zeg, dag Martin. Oké, ga je goed, hè? Ina begon aan deze date met de behoefte aan een mannelijke versie van zichzelf. Nou, die heeft ze niet gevonden. Maar gelukkig heeft ze zichzelf nog. En dat is voor nu even meer dan genoeg. Martin is nog niet klaar met ons. Voor een open, energieke en spontane vrouw wil hij altijd terugkomen. Dus zie jij en Martin jouw perfecte partner? Meld je dan nu aan. Kevin is behoorlijk aangeslagen sinds Vicky heeft gezegd dat zij nog niet echt iets voor hem voelt. Zo'n mooie, toffe meid. Moet hij die echt straks laten gaan?
Nou, wel als je er niet voor vecht, Kevin. Ja, hoe voel jij je? Ja, op zich prima. Alleen mijn gevoelige gevoel, zeg maar, waarvoor ik hier zit, dat is helaas ja, in mijn ogen nog niet echt verder gegroeid van wat ik wel hoopte. Ik zou er gerust een dag aanplakken, gewoon kijken, weet je wel. Ja, tuurlijk. Het is fijn dat we op ons gemak zijn. En er is heus wel iets, maar... Ik ben misschien wat makkelijker daarin, weet je. De 29-jarige Charissa uit Zwolle is naast een zorgzame moeder voor haar zoontje van 6... ook nog singer-songwriter en masterstudent holistisch therapeut. Dat klinkt voor veel mensen meteen zo zweverig. Maar dat vindt Charissa absoluut geen probleem. Alles wat je weet over heksen, dat ben ik eigenlijk. Het liefst woon ik ook gewoon in een boshuisje met mijn kippertjes en mijn plantjes, kruiden. Nou, daar ben ik, schat. Oh, je bent er nog niet. Het heeft niks met kwade magie of iets te maken. Het is voornamelijk gewoon goed willen doen voor jezelf en voor de mensen om je heen en voor de natuur. Verwarm ons hart met deze candle. Wat ik zoek, iemand die echt voor mij wil gaan. Ik wil gewoon een huismusje desnoods. All for you, my dear. Want ik val maar op één bepaald type. Gewoon lang, slank, neurderige types. Vind die maar eens. En vind er ook nog maar eentje die op mij valt. Want die mensen vallen allemaal op blonde, dunne, fit girls. En ik ben een kleine Hongaarse cup double F. Let the game begin. Is het een game of een heksenjacht? Laten we het houden op een leuke date. En dat gaat dan gebeuren met Steven. Hij is 31 en werkt in de ICT. Computers en internet zijn dus een groot deel van zijn leven. Maar als het gaat om de liefde, vertrouwt hij liever op ons. Dating sites en dergelijke, dat werkt gewoon niet voor mij. Ik ben gewoon een nerd. Ik krijg gewoon geen matches. Ik zou wel graag iemand willen hebben waar ik mee kan lachen. Iemand die uitbundig is, maar die tegelijkertijd ook zo hun introverte momentjes kunnen hebben. Het samen alleen zijn gevoel. Qua uiterlijk, het liefst wel iemand die kleiner is dan mezelf. Ik hoop dat zij mij ook gewoon kan helpen naar nieuwe wegen, nieuwe paden, nieuwe avonturen en nieuwe ervaringen. Hello, it's me. Hallo? Morgen, Charissa geeft Steven alvast een voorproefje van hun gezamenlijke toekomst. Samen praten, samen genieten van een kopje thee. Samen van de natuur genieten, van de vogeltjes. En ik ben zelfs aseksueel. Ik hoef niet per se seks. Tot morgen.